Ben net daarachter op enkele seconden. Mohamed Jelani op de tweede plaats. En hij gaf ook net iets om de voorop. De tweede Bas Stichter. Op de derde plek Bas Stichter. En dat zijn de eerste drie winnaars van de 2024 editie Martijn Wijnhoven. En deze mannen zijn toch wat dichterbij gekomen. In 5 kilometer. Uw applaus, David Keller uit Zwitserland. Henk van Leeuwen op plaats 5. Dat zijn de eerste 5 toplopers hier. En hou er rekening mee, we hebben nog steeds zo'n 10 kilometer gefinis binnen de 32 minuten. Ja, daar zitten heel veel mensen even te rekenen. Dat is een hoog of een snel gemiddelde natuurlijk per kilometer. En dat 10 kilometer lang langs de prachtige singles van de Utrecht, langs het Wilhelmina Park. Terug hier op de Katerijnensingel. En dan blijven we klappen, we blijven het applaus volhouden. En er komen er nog duizenden aan. En hier is het Antoine Cuvier van Belgium. Nabil Chaboud daar achteraan. Op de plekken 6 en 7. En dan kijken we langzaamaan of zometeen ook de eerste dame. De inaantocht is Daan van der Velde, komt hier binnen. De eerste dame na 5 kilometer liep zij onbedreigd alleen. De Belgische Eline Dalemans. En dan blijven we dus zometeen die single afkijken. Blijven we applaudisseren. In een buck voor Canada. Liban van Haren. En dit is hier de beat klinken, jullie applaus klinken. En zo houden we het de hele dag nog even vol. En dan denk ik hier te zien in het midden de eerste dame. Dames en heren, laat u horen. Zij pakt de winst bij de vrouwen. Een applaus voor Eline Dalemans. Winnares van de Lindas Singelo 2024 bij de...
belangrijke producten. Oh, Sanna zijn het hand in hand, knijpend, moeilijk, heel erg samen gedaan. En met die voordeel ook zo zien ze uiteindelijk helemaal.